Sporthal Diepvenneke in Vosselaar is gisteren het Belgian Open trampolinespringen gehouden. Het gaat om de finales van de Belgische interclubcompetitie. Al zo'n 5 jaar zit deze discipline opnieuw in de lift, want steeds meer jongeren zonder hoogtevrees wagen zich eraan. Het Belgian Open trampoline kan gerust bestempeld worden als het officieuze kampioenschap, een beetje vergelijkbaar met de Masters in het tennis. Sinds de vorige Olympische Spelen is trampolinespringen trouwens een Olympische discipline. Het is dus een onderdeel van turnen, maar niet elke turnkring heeft het op zijn programma staan. Op het Belgian Open in Vosselaar zijn er zo'n 20 clubs die deelnemers leveren. De trampolinespringers staan voor een dubbele opdracht. Een trampolinewedstrijd bestaat voor de springers uit 2 onderdelen, een opgelegde oefening en een vrije oefening. De opgelegde oefening en de vrije oefening, alle oefeningen bestaan uit 10 sprongen die allemaal de waarde hebben van 1 punt op de uitvoering. Afhankelijk van de kwaliteit van de uitvoering worden ze beoordeeld door de jury en krijgen ze een deel van het volledige punt op hun sprongen. Bij de meisjes in de categorie min 17 is Noortje Bierings van Flikvlak Vosselaar een groot talent. Ze wint haar reeks met een totaalscore van 69,2 punten, een vol punt meer dan op nummer 2 en dat is een grote voorsprong. Volgens haar moet een goede trampolinespringer over meer dan alleen lenigheid beschikken. Ik vind vooral veel spanning hebben en ook zo. En ja, kracht in je benen dan, maar ook concentratie, je moet je concentreren en al. Maar ja, ook je spanning vind ik ook wel belangrijk. En is het niet belastend? Soms is het wel belastend, zeker die eerste keer dat ik begon met trampolinespringen, toen voel ik dat wel echt in mijn rug en mijn knieën, maar nagelang dat je meer traint, dan gaat dat veel beter en zo. Dus. Bij de jongens in de reeks plus 17 gaat het tussen 2 springers van Lenig en Vlug uit Beveren-Leien. Pieter Koudijzer en Eugène Benjamin in blauwe t-shirt. Zij zijn de enige 2 die de selectienormen haalden en ze zijn aan elkaar gewaagd. Maar bij de laatste oefening gaat Koudijzer in de fout, zodat Benjamin de titel cadeau krijgt. Net als veel andere turndisciplines wordt trampolinespringen uitsluitend door jongeren beoefend. Rond hun 22e houden de meesten het voor bekeken. Jasper Jacobs uit Turnhout is het mannelijk